Crisis woningbouw kost Zeist miljoenen. En kinderen ruimen stront in de dierentuin. Goedemiddag, u kijkt naar U Vandaag. De vernieuwing van Vogelwijk in Zeist levert de gemeente en woningbouwcorporatie De Combinatie een flinke strop op. Vanwege de aanhoudende economische crisis wil het gemeentebestuur dat er minder en goedkopere huizen worden gebouwd. De gewijzigde plannen betekenen een verlies van 4 miljoen euro voor de gemeente en 7 voor De Combinatie. Oppositiepartijen balen ervan. Zo is het CDA weliswaar blij dat Vogelwijk een flinke boost krijgt. Maar de partij benadrukt ook dat de gemeentelijke reserves daarvoor niet onbeperkt ingezet kunnen worden. Zal op een gegeven moment, als het gewoon niet op te brengen valt, uit de algemene reserves moeten gaan komen. En dat is een groot risico wat we lopen. Ik bedoel, we hebben op zich in binnen Zeist een redelijk goede balans. Maar te veel van dit soort tegenvallers, dat doet ons niet goed. En de raad neemt in april waarschijnlijk een besluit over de aangepaste plannen. Bewoners van een deel van de Bloemenbuurt in Utrecht zijn een petitie begonnen tegen overlast. Het buurtje rond de Amsterdamse Straatweg heeft last van vechtpartijen, herrie, wildplassen en intimidatie. En volgens de bewoners komt dat doordat er steeds meer illegale praktijken gebeuren in koffieshops, gokhallen en 24-uurscafés. De lokale SP-fractie stelt vragen over de verloedering in de buurt. De petitie is inmiddels ruim 300 keer ondertekend. Vorige week sloot de politie nog een fietsenwinkel in het wijkje, waar zich 13 drugsverslaafden ophielden. 2 dagen later waren ze weer terug. Na de brand van een dik een week geleden in Wims dierenspeciaalzaak in Bilthoven, pakt eigenaar Wim van Barneveld de draad weer op. Het vuur heeft zijn hoofdfiliaal bijna helemaal verwoest. Maar Wim heeft nog een dierenwinkel in Maartensdijk. Het is een stuk kleiner, maar hiermee kan hij de boel hopelijk toch draaiende houden. Deze beesten hebben niets van de brand in Bilthoven gemerkt. Ze zaten veilig hier in het andere filiaal in Maartensdijk. Voor eigenaar Wim van Barneveld zijn de gevolgen helaas een stuk groter. Nee, het is een ellende eigenlijk, ja. Zeker, want het is toch het hoofdpand waar eigenlijk alles geregeld wordt. Eigenlijk is het nu op dit moment te klein. Bilthoven is echt vooral in grootvoeders, paardenvoeders, geit, paard, het. En dit is meer een hond, kat. Wims grote zaak is weg. Ruim een week geleden werd het door brand verwoest. Tientallen reptielen, vogels en kleine knaagdieren zijn dood en van het pand is bijna niets meer over. Tijd om te rouwen is er niet. Wim moet aan de bak, want hij wil zijn vaste klanten niet kwijt. Ja, dat is toch wel lastig, ja. Ja, omdat je toch eigenlijk al 20 jaar er bent en ja, je hebt toch een klantenbinding. Dus ook voor de klanten zelf wil je het gewoon zo goed mogelijk weer op orde krijgen. Samen met zijn collega's bevoorraadt Wim het kleine filiaal nu zelf. Dat moet iedere dag, want meer opslagruimte is er niet. Hoe hij er straks bij zit, weet hij niet. De oorzaak van de brand is nog onbekend en of er geld komt van de verzekering is ook nog onduidelijk. Ja, dat is nog even allemaal afwachten hoe of wat, of het allemaal mogelijk is. En moet toch weer een nieuw pand zoeken of op dezelfde locatie. Of dat is nog even moeilijk om dat echt vast te stellen. Afwachten maar. Tot die tijd maakt Wim er maar het beste van in Maartensdijk, in de hoop dat zijn klanten hem hier ook weten te vinden. Ja, en het kan nog wel even duren voordat Wim weet of hij recht heeft op geld van de verzekering. De kans is groot dat de oorzaak van de brand nooit wordt achterhaald. Oudewater maakt zich zorgen over plannen om in het nabijgelegen Haastrecht naar gas te boren. De gemeente Vlist, waar Haastrecht onder valt, verleende Northern Petroleum Nederland een vergunning voor een proefboring. Als die succesvol is, wil de NPN er permanent gas winnen. De gemeente volgt de plannen op de voet en wil weten of gasboringen gevolgen hebben voor de inwoners, de wegen en de kwaliteit van het grondwater. De burgemeestersvacature van Houten is in trek. De inschrijftermijn is inmiddels gesloten en 26 mensen hebben gereageerd. Bij de sollicitanten zitten 8 zittende burgemeesters. 13 kandidaten hebben een ander soort ervaring in het openbaar bestuur. Houten heeft nu een waarnemer, Rudy Boekhoven. En eind mei wordt de nieuwe burgemeester aan het werk. Speciale toezichthouders gaan vrachtwagens in de binnenstad van Utrecht op hun gewicht controleren. Te zware vrachtwagens kunnen de werfkelders en grachten beschadigen. Trucks in het centrum mogen niet meer dan 2 ton wegen. Daarboven riskeert de chauffeur een boete tussen 130 en 900 euro. De gemeente heeft 9 buitengewoon opsporingsambtenaren voor de vrachtwagencontroles opgeleid.
En bouwbedrijf Dura Vermeer dreigt Houtenaren met hoge claims als ze zich verzetten tegen de bouwplannen aan de Rietplas. Er komen woningen, maar veel omwonenden zien dat niet zitten. Ze hebben daarom bezwaar aangetekend. Het bedrijf is bang dat kopers door vertraging de koopcontracten ontbinden. Als dat gebeurt, moeten de bezwaarmakers de rekening betalen, vindt Dura Vermeer. De Utrechtse wethouder Rinda den Beste wilde terecht aanspraak maken op wachtgeld. Dat zei directeur Ton Roerig van de wethoudersvereniging gisteren in U Vandaag. Het is gewoon WW voor politici. Meer is er niet. De vertrekkend wethouder uit Utrecht zou 14.000 euro krijgen om de 7 weken tot haar nieuwe baan te overbruggen. Nadat daar ophef over ontstond, zag ze daar vanaf. Volgens Roerig is de wachtgeldregeling voor wethouders helemaal gerechtvaardigd. Onder meer omdat een wethouder beslissingen moet kunnen nemen zonder zich daarbij zorgen te maken over de hypotheek. Het wethouderschap is een hartstikke aan te raden baan, mm-hmm. Prachtige baan. Ja. En je werkt je helemaal het schompers, om het mm-hmm. plat te zeggen, voor niet al te veel loon. Ja. Maar je hebt een prachtige baan, want je kunt heel veel mooie dingen doen voor de stad. Dat beweegt wethouders. En wethouders worden geen wethouder voor de wachtgeldregeling, want wethouders zijn mensen die de handen uit de mouwen willen steken. De Beste vertrok als wethouder om voorzitter te worden van de PO-raad, een bestuursorganisatie van basisscholen. Het dierenpark Amersfoort krijgt deze week hulp van een groep bijzondere dierenverzorgers. In alle vroegte gaan kinderen de hokken schoonmaken. Zo. En dat betekent poep scheppen. De savanne van het park moet spik en span zijn voordat de dieren naar buiten mogen komen. De kinderen vinden het nog best wel spannend, maar de dieren die merken niets van de vreemde hulpjes. De mensen zijn buiten, de dieren zijn binnen. Wij gaan die savanne schoonmaken. Natuurlijk komen er luchtjes vrij van mensen, dat is ook niet, maar die vervliegen omdat we buiten staan. Als die dieren naar buiten gaan, zijn die luchtjes weg en hebben de dieren absoluut geen last van. Ja, en de poepscheppen is populair, want de hele week zijn alle schoonmaaksessies uitverkocht. De politie in Utrecht is op zoek naar 2 jongens die 2 meisjes sambal in het gezicht hebben gespoten. En dat gebeurde in het Utrechtse uitgaansgebied in de vroege ochtend van woensdag 28 november. De mishandeling staat op bewakingsbeelden. De 2 meisjes zitten op de stoep voor cafetaria Het Hoekje. En dan komen er 2 jongens bij ze staan en ineens spuit een van hen sambal in het gezicht van de meisjes. Het doet vreselijk veel pijn. Ja, uitgebreid aandacht voor deze zaak vanmiddag in bureau Hengeveld. Zagarko, waar ga je het nog meer over hebben? Nou, Suzanne, een brute overval in Zeist. Een man die staat daar te pinnen als hij ineens achterover wordt getrokken door een jongen en op de grond valt. Een kameraad van de jongen graait dan dat geld uit de pinautomaat. En die man die blijft dan gewond op de straat achter. Ook aandacht voor een mishandeling in een Utrechtse sportschool. Een bezoeker die deelt daar klappen uit. Niet aan een boksbal, maar aan een andere bezoeker van de sportschool. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En we gaan het ook hebben over een vernieling in Utrecht. Jongeren die leggen vuurwerk op daken van auto's en laten ze dan ontploffen. Veel schade aan die auto's. En hopelijk komen hier veel tips op binnen, zodat deze jongens gepakt kunnen worden. Dankzij Garko. We zien je vanmiddag in bureau Hengeveld dus. U krijgt tot slot nog het weer van mij. Vanmiddag is het zonnig, er is ook bewolking en het wordt 1 graad of 3. Vanavond zijn er opklaringen. Het gaat overal weer licht vriezen, 3 graden onder 0. Tot zover. Meer regionieuws op rtvutrecht.nl. Om 5 uur zijn we er met een lange uitzending van U Vandaag. Graag tot dan. Fijne middag.